Ja, ik heb het al gezegd, Henri. Geef inspraak een serieuze plek. Dat doe je nu niet. De langstzittende burgemeester van Nederland. Al 17 jaar waakt Henri Lemfrink over deze stad. En deze zomer maakte hij bekend best nog wel een vierde termijn als burgemeester door te willen. Want, zoals hij zelf zegt, ik ben gewoon gek op de stad Leiden. Maar is Leiden net zo gek op Henri? Weet u wie dit is? Ja, ik weet dat ik in Amsterdam komen. Verdorie. Geen idee. Bankdirecteur of zoiets dergelijks. Iemand van de Tweede Kamer of zo? Dat is de burgemeester toch, van Leiden? Ja. Hoe heet die? Nou, sla me dood. Lemfrink. Dat is Lemfrink. De burgemeester. Ja. Van Leiden. Ja. Hoe heet die bij zijn voornaam? Karel. Harry. Iets met een A erin. Jan, Piet, Klaas, Kees, Floor. Ik weet het niet meer. Zeg het eens. Henri. Henri? Nou, dat vind ik helemaal niet bij hem passen. Ja, natuurlijk. Dat is onze meneer Lemfrink. Onze burgemeester die een vierde termijn wil ingaan. Ja, hartstikke goed. Zijn maar weinigen die dat weten. Dat meen je niet. Maar dat kan toch niet? Hij zit er al 3 termijnen. Dan moet dat gezicht toch bekend zijn. Een dik hoofd daar. Wat zei u? Zo'n dik hoofd. Ja, misschien, ja. Is dat Lemfrink, joh? Nee, maar hij heeft een hele mooie uitstraling. Een lief gezicht, vind ik. Nou, dit is de langstzittende burgemeester van Nederland. Hij zit sinds 2003. En nu wil hij zelf nog wel 6 jaar door. Wat vindt u daarvan? Als hij goed is, mag hij blijven zitten. Maar ik heb geen benul hoe die is. Ik heb geen problemen met hem. Het gaat goed in Leiden. Ik vind wel dat er wel tijd is voor een andere burgemeester. Ik vind dat meer bij democratie passen. Hij is niet gepakt voor fraude of een andere ding. Ik vind het best. Tenzij er een hele goede vrouwelijke iemand is in Leiden. Die moet natuurlijk ook een beetje een vrouw worden een keer, hè? Al die mannen. Ik denk dat we geen slecht aan hem hebben. Nou ja, op één punt. Hij is niet zo van de inspraak. Ik kom uit het Morskwartier. Diamantplein, nou dan weet hij al genoeg. Er zijn al zoveel enquêtes gehouden hoe het moet veranderen, hoe het zou moeten worden. Nou, dan moet hij dan in zijn functie wat aan kunnen doen. Dat houdt gewoon in dat hij meer naar de gewone bevolking moet luisteren. Naar de mensen die nieuwe ideeën aandragen. Hij zit op één lijn met het college. Nou, die houden niet van inspraak. En dat zou hij als burgervader van ons allemaal veel meer moeten zeggen. Jongens, niet goed. Moet je wat aan doen? Ik vind hem een beetje VVD-achtig. Erg VVD-achtig. Wat wil je tegen Henri zeggen? Wat wil ik zeggen? Ja, dat is een goed. Ja, dag lieverd. De groeten van Susanna. Ga lekker genieten van de stad, maar doe het op een andere manier dan als burgemeester. Meneer Lemfrink, ik ben trots op u. Zo, is genoeg. Ja, ik heb het al gezegd, Henri. Geef inspraak een serieuze plek. Dat doe je nu niet. En dat past je niet. Verdien die vierde termijn. En ga echt serieus aandacht aan die inspraak geven. Alsjeblieft. Is dat zo moeilijk? Wij zijn de burgers. Ik wil wel de groeten doen hoor. Maar als je dat op prijs stelt, de groeten. Ja, de groeten. En ik wens hem veel gezondheid toe. Wilt u nog de groetjes doen? Nee. Henri, nu je toch kijkt. Jij bent niet alleen gek op ons. Wij zijn ook gek op jou hoor. Ja, dit kan toch niet?